Waarschuwing. Deze video bevat beelden die voor sommige mensen kwetsend kunnen zijn qua geloof en bevat ook soort van schokkende beelden. Kijken op eigen risico. Goedemorgen, middag, avond, 's nachts. Wanneer dat je dit ook kijkt, beste YouTubers. Dit is het tweede deel van de livestream van 21 november. En we gaan nou een Binding of Afterbirth doen. Een Binding of Isaac Afterbirth run. En dat doen we gewoon door een Isaac run te doen in de gewone hard mode zoals dat we dat gewend zijn. Seed komt naast hier in beeld. Mocht je een keertje deze Seed dan ook mee willen spelen. Dus we gaan het gewoon doen. Ik heb de daily challenge al gedaan. We gaan gewoon een Isaac run starten. Hard, waarom niet? En dan gaan we dus kijken wat is de Seed. Oké, dus we beginnen gelijk eventjes. De seed hebben we nou te pakken. Dus pakken we eventjes de tekst er even bij. Even kijken. Seed. Dubbele punt is 7. FR. C. 3F61. 3F61. En hier wou ik een dubbele punt hebben. Niet twee van die aanhalingstekens. Zo. Helemaal goed. Oh. En daar valt mijn controller op de grond. Ja. Oké, nou. Laten we maar eens gaan beginnen. Ga je misschien... Oh, nee. Ik ga nooit aan Five Nights at Freddy's zou ik niet spelen. Dat is... Daar ben ik geen fan van. Mijn excuses, jongens. Oké, goed. Laten we maar gaan beginnen. Oh, boy. Oh, gelijk al een spinnenkamer waar we mee beginnen. Ik hou niet van spinnen. Dat zijn echt de meest irritante vijanden die je heel... Hier, ik ben nou geraakt, zeg. Gaat wel goed. Oh. Deze exploderen namelijk, daar moeten we vooruit kijken. Boom! Ik had hem eigenlijk liever bij die potten gehad. Dan hadden we misschien nog wat kans op coins. Ik wil niet weten of ik deze controle ondertussen wel niet gevallen is al. Maar hij doet hem goed, dat is het belangrijkste. Ik hoop dat het een goede run gaat worden, jongens. Misschien wordt het een OP-run, misschien wordt het een hele waardeloze run. Misschien gaat het spel mij weer haten. Wie weet. En oh, daar heb je ook heel veel potten. Oké, ik wil die spin daar laten exploderen. Dus laten we eerst even al deze spinnetjes weghalen. Oké, kom jij eens hier tussen. Kom jij eens hier tussen. Kom jij hier eens tussen? Goed zo. Boom! Geen muntjes, jammer. Item. Accuracy brings power. Oké, dus dan moeten we nou goed gemikt. Oh ja, deze ja. Oké. Dus hoe meer dat wij hem raken, hoe sterker dat onze kogels worden. Nee, geen trollbombs. Oké, een extra power dinges. En wacht even, mijn window die staat niet goed. Ik zie de map niet eens. Zo erg is het. Oké. Hij staat goed. Oké, dus accuracy is key. Maar we willen wel alles exploren. Dus we willen zo min mogelijk random schieten. Oh. Daar wil ik eigenlijk wel even... Kijk. Oké. Accuracy. Dan hebben we mid damage. Gratis sleutel, extra coins, altijd handig. Oké, boom. Hier heb ik op geoefend. Concentratie is sleutel. Want hoe meer dat we namelijk raken zonder iets te missen, hoe sterker dat onze tears zijn. Kijk, want nou zijn onze tears dadelijk weer normaal. Of is hij niet zo erg gevoelig? Hi. Dank je. Oh. Nou, ik zie daar een tinted rock. Die wil ik eigenlijk hebben. Hebben we hier misschien nog... Oh, we hebben Curse of the Maze. Waardoor dat we overal rellen en teleporteren. En jij bent onzichtbaar, daar hou ik niet van. Oké, kom concentreren. Oh, ben jij? Baastropper. Oké, nou we hebben in ieder geval weer full health. Dat is alleen maar gunstig. Oké, nou. We hebben geen bommen meer, daar baal ik wel. Oh nee, niet de hand. Oh, de ergste baas die hier in het spel zit. Oké, we hebben concentratie. Oh, niet missen. Oh, we hebben al een paar keer nog gemist. Dat is wel jammer. Niet te veel schieten jij, hè. Dat mag ik alleen. Afstand houden. Nou ja, hij brimstoont in ieder geval niet. Dat is al gunstig. Een mooie rode gloed over onze tranen heen. Zorg ervoor dat we meer damage doen. En we hebben moeders onderbroek. Wat zorgt voor meer range. Ik vind het nog steeds een ranzig item daar niet van, maar goed. Nee, zeg dat niet! Het brownie is de moeilijkste baas en de hush ook. Oh. Juist. Waarom nu Binding of Isaac? Omdat dat op de planning stond. Oké, we gaan gewoon hier doorheen. Hè. Twee soul hearts, dat is altijd gunstig. Eentje die gaat... Dark hearts, soul hearts zijn die lichtblauwe. Dat is niks.
Bom voor een bom. Nou ja, die kan handig zijn. Hoi. Daar hebben we ook heel veel bommen. Oh, dat was dom. Oké, we hebben weer een sleutel. Een muntje wil ik wel hebben eigenlijk. Haal ik dit? Tuurlijk. Oeh, fire rate up. Netjes. Dan kunnen we nog sneller schieten. Wat niet handig is met die accuracy, maar dat maakt mij niet uit. We hebben zoveel bommen hier nodig. Oké, geef me een bom. Dat is een batterij. Ik heb een bom nodig. Geen batterij. Oh, verdurie. Eén bom zal voldoende zijn eigenlijk. Hoi. Ik heb heel eventjes... Auw, boem. Hier, dan zijn we die rode gloed kwijt. Dat is wel jammer. Oké, maakt niet uit. Gewoon vuren. Gewoon blijven vuren. Oké, dan ga ik heel slim doen. Ik moet deze key duwen. En die kan ik bij die potten duwen. Misschien krijgen we dan nog wel wat extra geld. Dus... Dat is het leukste van deze barrels. Die zijn nieuw. Kun je dus duwen. Wat ons een voordeel geeft. Dus een explosie kunnen plaatsen zonder dat we een bom nodig zouden hebben. En als ik die dan heel netjes hier in het midden kan gooien. Uit potten kunnen namelijk heel vaak muntjes komen. Kijk, zoals nu. Ik heb toch nog een paar muntjes, hè? Oké, boom! Gewoon blijven schieten. Maakt niet uit. Hoe meer schade dat we doen, hoe handiger, dat weet ik. Maar aangezien dat onze fire rate nou hoger is... Is het wat makkelijker om dan wat multiple schade te doen. Wil je alsjeblieft die kogels niet mijn richting opschieten? Dankjewel. Hoi. Spinnen. Inspin de bocht. Ga weg. Hebben we een bom gekregen? Nee. Een bom. Bom. Dat zijn pillen. Oh. Nou ja, dat zijn ook bommen. Als ik dat nou wist, hè. Kom op. We kunnen dit. Misschien krijgen we nog een deal with the devil. Wie weet. Hoekjes. Nou, weer een coin. Oké, pin. Oh boy. Pin is op zich best wel makkelijk te doen. Goed geconcentreerd blijft. Dan heb ik weer die item die gebruikt. Oh, deze die willen we hebben. Blue cap. Geeft extra HP. Extra fire rate. Oh. Dat zijn items die wil ik heel graag hebben. We beginnen met Mom Snipe Run. Waarom ook niet? Oké. We spelen met messen vandaag. We hebben geen bommen helaas gekregen. Maar dit zijn echt items die wil ik gewoon hebben. Hoe activeer je de specials rechts onderin? Daar heb je een knopje voor. Ik heb de mijne gewoon op mijn controle neergezet. Dus ja, ik heb twee sleutels, maar ik wil daar nog heel even mee wachten. Hoi. Ik steek jou. Stab. Tinted rock. Mag ik nou alsjeblieft dan een bom? Hi. Nou ja, ik heb ook wel extra sleutels nodig. En hier zit helemaal wel eens een bom in. Kijk, bommen. Eindelijk. Goed. Als hier nou een small rock in zit... Dit is ook goed. Oké, kijk of we wat meer sleutels pakken kunnen krijgen. Hallo. Oh, jullie worden Q-bones. Kan iemand daar niet even voor kunnen waarschuwen? Ik hou niet van Q-bones. Ja, daar worden vliegjes. Hou ik ook niet van. Hoi. Oké, sleutel. Dan gaan we naar die battle arena. Zeep, wat is jouw genantste moment? Op dit moment nog heel even niks, omdat ik daarna niet even... Oh, oké, we hebben oneindige sleutels. Deze vloer dan. Niet schieten. Ik ben allergisch voor jullie kogels. Oh. Wall creepers. Dat is eigenlijk een officiële naam volgens mij ook. Wall creepers. En dan wil ik eigenlijk wel weten wat er in de andere kistje hier beneden zit. I want to be safe. Dat is toch zo'n nummer. I want to break free. Gewoon een beetje de tekst even veranderen. I want to be safe. Nou, ik weet niet. Zou je nooit meer kunnen zwemmen? Want als je dan zeg maar het zwembad in gaat, dan schuim je helemaal. Oh.
Waarom heeft elk spel wat we spelen, echt elk spel heeft wel vleermuizen erin zich. Keys, zoopads, noem het maar op. Elk spel heeft ze wel. Oeh, de wafer. Nice. Zorg ervoor dat we minder damage kunnen krijgen. Op het moment dat we, dus zeg maar, dan krijgen we altijd een half hartje schade in plaats van sommige vijanden kunnen een hartje schade doen, dat soort dingen. Oké, nou. De wafer is heel erg handig. Regenbogen. Normaal gesproken hield dat al je rode hartjes, maar aangezien dat ze al vol waren. Ik hou niet van die teleport dudes. Serieus, waarom krijgen we nou al teleport dudes? Ga weg. Ga weg. Ga heen. Oh, auw. Dat deed pijn. Oké, alles is open. Gaan we heel even shoppen. Oh, oneindige rerolls voor de win. Dan moet ik dat ding hier niet pakken. Ik wil wel even een extra soul heart. Oh, nou hebben we oneindige rerolls, jongen. Oh. We kunnen rerollen totdat we bij neervallen. Ja, we hebben oneindige sleutels, dus gewoon doen. YOLO. Dank je. Gaat goed zo. Elke keer als we nou geraakt worden namelijk, dan vult de batterijmeter zich. Batterij. Oh, kleine kamer. Maakt niet uit, deze basis is heel makkelijk. Geen deal with the devil, flame. Oké, wat hebben we nu? Curse of the Darkness. Nooit een liefhebber van geweest. Hallo. Hallo, buurtjes. Ik steek jullie even uit. Hoe verzinnen je het? Een vuurtje dat je uit kunt steken. Hallo. Oké. Op zich ben ik wel blij met Mom's Knife, omdat die doet een enorme schade. En we hebben nou... Auw. Wil jullie alsjeblieft... Ik hou niet van Q-Bones. Oké, wat hebben we hier? Sparkle Bombs. Gewoon doen. Oh ja, glitterbombs, sparklebombs, maakt uit. Die hebben de kans, zeg maar, op het moment dat we bommen gebruiken, tot daar een item uitkomt. Hi. Oké, hier zit geen secret room, dat is niet mogelijk. Hi. Nou, wel baaskamer, serieus. Auw. Zullen jullie zo vriendelijk willen zijn om gewoon mij minder te raken en mij wat minder rust te laten? Zou ik eigenlijk best wel op prijs willen stellen, zo, dus... Ik bedoel, zoveel health hebben we nou ook weer niet. We zitten nog wel in de clear, maar dat wil niet zeggen dat we daar echt ruzie mee willen maken. Een 2. Wat deed 2 ook alweer? Was dat niet een reroll item van de floor of zo? Hartjes hebben we niet nodig. Weet je wel, we gaan het gewoon doen. Gewoon, die muntjes wil ik wel. Kijk. Ik heb nog steeds die devil card niet gebruikt. Dat moet ik eigenlijk wel doen. ZP heeft een zeep fetish. Nou, absoluut niet hoor. Maar het is gewoon een running gag geworden, dus... we gaan doen. Natuurlijk zit er niks handigs in. Hoi. Oh, nee. Nee. Oeh. Penny tears. Ik denk niet dat dat werkt met Mom's Knife, maar dat maakt mij niet uit. Volgens mij geeft het ook een damage up, dat weet ik niet zeker. Hoi. De baas was sneller dood dan zijn kleine minions. Hi. Oeh, burn penny. Extra bommetjes. Kan wel handig zijn met die glitterbombs die we hebben. Hallo. Zo, dat gaat snel zo. Maar wil je niet klagen? Kan ik daar komen? Kan ik daar komen? Kan ik daar komen? Ja, daar kan ik wel komen, maar is het waard? Nee. Hoi. Ga weg. Wat is eigenlijk het beste items? Nou, er zijn heel veel eigenlijk die best wel goed kunnen zijn. Of goed zijn in combinatie met een andere item. Bijvoorbeeld Mom's Knife is ook eigenlijk een heel goed item. Zeker als je die combineert met Brimstone. Zo, dat zei ik graag. Brimstone. We hebben niet genoeg geld voor de shop, dus... zit hier de secret? Kijk! Oh boy. Jongens, ik laat het even aan jullie over. Jongens, we knippen heel eventjes. Moet ik missing nummer pakken? Moet ik missing nou pakken? Ik heb hem de vorige keer laten liggen, maar zou ik hem deze keer pakken? Dit wil zeggen dat elke run, zeg maar, elke wereld waar we inkomen, elk nieuw level, worden al onze items gerirold. Moet ik hem pakken? Jullie mogen kiezen. Jongens, het loopt gelijk! Het loopt gelijk! Nee, ja, nee, ja, nee, ja!
Oké, okay, ja wint dankzij Dunga. Ja wint. We gaan het doen. YOLO. We gaan het doen. Oké, we zijn al geriegeld. Oh nee, we hebben de bal. Oh, ik wil hier zo snel mogelijk weg nu. Oh, we hebben... Are you a wizard now? Oh boy. Dit kan rampzalig worden, jongens. Oh, we hebben ook Robo Baby. Oh boy. Dit gaat rampzalig worden. Jullie hebben erom gevraagd. Niet ik. We hebben ook PhD zo te zien. Extra HP zo te zien ook. Oh boy. Nou ja, misschien is de volgende vloer enorm extreem powerful, wie weet. We hebben nog steeds de D6. Hoitje. Weet je wat, het is tijd om die kaart te gebruiken. Oké. Oh, are you a wizard, dat is zo irritant. Maar ja, als we dus de vloer hebben gehaald, dan... Dunga. Oké, nou laten we eens kijken. Wat heeft de deal met de devil? Ja, het wordt gereroled, maar het boeit me niet. Ik kan hem gratis krijgen. Hij wordt gereroled, dat weet ik zeker. Missing number. Oh boy. Oké, wat gaan we nu krijgen? Oh, we houden 9 levens. Oké, dit ziet er wel boeiend uit. Hoe is de damage? 1. Oh, onze damage is waardeloos nu. Oh boy. Nou ja, we hebben wel spectral tears. Onze damage is waardeloos. En jullie wouden dit, niet ik. Oh boy. We hebben wel weer een huisje bijgekregen. Oh, en we laten nou ook zelfs melk vallen. Wat leuk. Wil je afstand houden? Afstand houden. Oh, onze health is... Of onze damage is nou echt zo verschrikkelijk. Oké, trollbom. Nog een trollbom. Komt van de burn penny af. Krijgen we nou bommen voor dus. Hoi. Ik moet je kijken joh. We hebben zoveel schoten nodig ondertussen voordat we eindelijk iets doen. We hebben nog niet eens flying of iets. Hi. Nou ja, we hebben spectral tears, dus we kunnen nou wel hier doorheen schieten. Maar ja, als je damage waardeloos is. Oh. Bible thump? Hoezo Bible thump? Auw. Onze damage is zo slecht. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Waarom heb ik dit opgepakt? Worst idea ever. Hashtag nee. We hebben de D6 eigenlijk nog niet één keer gebruikt. Zo erg is het. Ja, nou heeft het ook weinig nut ook. Daar niet van. Oh, op zo'n fiets. Oh, hi. Oeh, manies. Oh, al onze items worden nou geregeld, jongens. Oh, oh, oh. Elke vloer die we doen. Wil je even opblazen? Oké. Wat krijgen we uit deze twee kistjes? Wat was jouw allerbeste run? Ik heb er eentje op YouTube gehad. Dat was de vorige, volgens mij, van de vorige livestream. Die was echt overpowered. Die was echt geweldig. Oké, bommetje. Sleuteltje. Altijd handig. Volgens mij, wie was dat? Was dat niet met Eden of zo? Hoi. Brimstone gastjes. Nou, we hebben nou wel genoeg monies om de shop in te gaan, dus YOLO. En natuurlijk zit daar Greed. Oh, ik heb geen shield in het eerst, dat is jammer. Oh, moet je onze damage zien? Normaal gesproken heb je hem in 3 klappen dood. Auw. Ja, doe maar langzaam lopen. Goed zo, we hebben hem geslagen. Oké. I'm okay. Dan zijn we ook onze glitterbombs kwijt, dat is wel jammer. Ik kan niet wachten op onze volgende vloer, jongens, want dit is echt damages niks. Dus kan het zijn dat de volgende echt een OP-vloer wordt. Maar we zitten op goed health, dus...
Hallo, Wendy. Random. Maakt niet uit. Hoi. Lopen jullie heel even rustig lekker door de watergolf heen hè, van Doom. Jullie regenerator, daar ben ik ook niet blij mee. Oké. Nee. Oh, wacht, die kan ik rerollen. Pak hem gewoon. Onze damage is toch al terrible. Dus maakt het uit. Weer een extra item die dadelijk kan rerollen bij de volgende vloer. Het is de eerste keer dat we D6 gebruiken. Oh, die teleporteren ook nog eens een keer. Bah. Ah. Ben ik blij dat ik nog hulpjes heb. Ah, jullie zijn brimstone doodles. Misschien krijg ik in de volgende run wel brimstone. Explosive diarrhea. Extra gratis bommen. Niet dat we die nodig hebben, maar waarom ook niet. Kan altijd handig zijn. Oh, missing no. Nooit wat moeten pakken. We hadden zo'n lekker wapen. We hadden zo'n lekkere reeks. Maar we gaan hem gewoon... We gaan het niet opgeven. We gaan het niet opgeven, jongens. Hoi. Ja, niet zo met je navel spelen, brimstone doodles. Oh, ik heb de waarschuwing niet gehaald. Dat doe ik wel met tekst. Ik heb de waarschuwing niet in het begin van deze video gegeven. Dat doe ik wel met tekst. Meer editwerk voor ik, hè. Serieus, ze schieten gewoon hun hoofd door hun navel. Eeuw. Gross. Vies. Smillapperij. Jij bent een brimstone doodle. Hoeveel van jullie gasten zijn er wel niet? Hi. Oh, die baas die wordt verschrikkelijk. Hi. Jij bent een teleporteerd doodle. Je hebt geen ogen, dus dan weet je het al. Hoi. Is dit een secret room? Oké. Lachen! Jeetje, wat... Vooral bij een bom blijven staan. Altijd doen. Oké, even hier een bommetje plaatsen. Oké, dat werkt zo niet. Dan moet ik het echt zo doen. Ah, kom op! Kijk, zo doe je dat. Een bommen, dat is geen probleem. En dan horen wij onze moeders lach. En dat wil alleen maar zeggen dat we dus heel erg voorzichtig moeten zijn voor vallende handjes. Zeker met de damage die we nu hebben, wat waardeloos is. Hi. Nee, ik hou liever de burn penny. Meer bommen. Meer bommen voor ikken. Zo. Ik denk dat die even veel schade aan die beesten. Houden zo. Hebben we trouwens al de item room gehad? Nee. Waar zit de item room? Hallo. Wannes Hanskin, dat alsjeblieft niet. Sinds 13 november, dat soort tekst alsjeblieft niet meer in de chat. Dankjewel. Het is niet echt meer komisch op dat moment. Dat is de baasroom. Ik wil nog niet naar de baas. Ik wil eerst die item hebben. Ik weet het. We kunnen een reroll krijgen van al onze items als we deze vloer halen. Maar een gratis item. Misschien krijgen we dan toch een beetje extra damage. Dat zou toch wel fijn zijn. Een beetje meer damage. Mag ik een beetje meer damage? Merk wel nou een beetje, zeg maar, tot ik een beetje lag heb op het moment dat ik nou door een level heen ga. Misschien heeft dat te maken met tot ik aan het streamen ben of zo, ik weet niet. Oké. Hop. Nee. Serieus, onze damage is zo waardeloos. Maar ik zal doorgaan. Deal with the devil? Nope. Nee, het is al goed, het is al goed. Oh, die raakte mij ook nog, hè? Stiekemert. Ga heen.
Ah, daar is onze item room. De laatste kamer natuurlijk die we raken. Oh, die komt even aandashen. Oh, kom op. Oh, ben jij bent gewoon spinnetjes aan het spannen terwijl ik bezig was met die andere gast. Dat is zo niet lief. Oké, wat is de item? The Mind. Het is jammer, want we hebben nou net de hele vloer al gehad. De Mind zou wel handig zijn geweest als beginkamer, want in de volgende room zijn we hem weer kwijt. Wil je een tutorial video maken over hoe dat je opneemt? Nee, ik heb de setup er gewoon bij staan en ik kan je vertellen dat er zit heel veel tijd in. Dus is nogal lastig. Dus gewoon met een hapok. Die sluit je aan op je computer. Die hapok die sluit je aan op je televisie en op je... die hapok die sluit je aan de computer en op je tele of op je console. Je console die gaat zeg maar naar je hapok toe en naar de televisie. Dus dat is wel handig. Oké, welke... Oh, de gate! Oh, bommetje. Oh, ik ga dit niet overleven, jongens. Dit gaat fout! In een kleine ruimte wil je dit soort dingen niet. Oh, snijkvogels. Anderhalf hartje! Maak hem dood. Kom op, anders respawnt hij. Sterf! Ik ben zo blij dat we het in één leven zouden, maar dit wordt echt erg. Oké, reroll. Geef ons iets meer power. Oké, dat ziet er interessant uit. We hebben in ieder geval power. Power to the people. Look down, nee dank je. Een PhD hebben we nou niet meer, hè. Look down, die andere is ook look down. Dit is explosive diarrhea. Oh, de mind werkt nog steeds zo te zien. Oh, pas erop. Onze fire rate is goed. Alleen we hebben nog maar twee haartjes. Ja, oftewel, elke room zien we er heel anders uit. Elke room doen we ook iets anders. Hi. Oh, ben ik niet in een... Oh. Echt op mijn helft gaan letten, jongens. Hi. Oh, ik hou niet van die teleportatie, dudes. Hey, die springen gewoon bovenop je. Dat is so not fair. En natuurlijk geeft het spel me ook weer een trollbom. Tuurlijk. Hier, moet je kijken, wat een laadtijd. Dat heb ik nog nooit gehad. Oké, nou laten we maar kijken of we de item room kunnen overleven. Sterf. We kunnen nog steeds niet vliegen. Daar baal ik van. Oh. Wat ben jij klein? Wat ben jij een klein jongetje? Oké. Ga heen. Kom niet meer terug. We hebben bommen genoeg. Doei. Echt, die laadtijd is echt verschrikkelijk. Hier. Ik heb zo het gevoel dat het spel in één keer gaat crashen. Binding of Isaac reageert niet. Oh, nou wel. Wat is dit? Ice shot. Ice shot? Wat bedoel je nou weer met ice shot? Wat doet dat? Oké, ik doe heel eventjes het spel heel eventjes restarten, jongens. Ik ben terug in een seconde. Even wachten. Dus even knip voor YouTube. Oké, nou hopelijk is de lag nou een beetje minder. Kijk, dat is al een stuk beter. Dat loopt al een stuk soepeler. Nou, maar hopen dat we ook nog veel hartjes kunnen vinden. hartjes. Want ja, zoals je ziet, we hebben nog maar anderhalf hartje! Maar we hebben dus de mind effect nog steeds. Dat is eigenlijk best wel kunstig. We hebben genoeg coins. Hi. Onze damage is nou wel... Oh, beter. Don't mind if I do. Serieus, hoezo hebben wij een gigantisch doodhoofd? Waarom hebben wij een gigantisch doodhoofd? Hi. Oh, je bent bevroren. Leuk.
Oké, nou, het gaat wel goed zo. Miauw! Oh, ik moet echt even nou concentreren, jongens. Want... Oh, dit gaat echt slecht. Oké, we hebben... Oh, super great. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Ga alsjeblieft dood. Dank je. Look up, nice. I found pills. Nee. Oké, die freezing effect is eigenlijk best wel goed. Dus op zich is deze setup niet zo verkeerd. Niet schieten, niet schieten, niet schieten. Gaaf. Mama's badmuts. Oeh, die wil ik hebben. Ik bedoel, we hebben geld genoeg, dus dan kunnen we deze kopen. En deze kunnen we dan een paar kopen. En even die rerollen. We hadden een batterij, we hadden een batterij. Nou blijft namelijk de shop opvullen, dus dat is wel fijn. De Bijbel, daar hebben we helemaal niks aan. Kaart doe ik het niet voor. Jammer dat we geen batterij meer hebben, jongens. Hi! Tot daar een batterij te koop zou zijn. Isaac is een allrounder. Ja, ongeveer wel, ja. One makes you small. Ik wil wel wat kleiner zijn. Geen bezwaar tegen. Hoi, au. Au. Hebben we Gimpy? Oh, we hebben Gimpy. Nice. Zorg ervoor dat als we geraakt worden, dat we kans hebben op... extra soul hearts en zo. Zo, onze fire rate is echt super. Het is jammer dat we dit dadelijk weer in de volgende ronde kwijt zijn. Maar ja, we kunnen dan ook iets wat beters vinden. Stik er maar weer net aan. Hoi, ik steek jou even neer. Ik steek jou even neer. Of ja, we hebben geen steekwapen meer, maar... Hoi. Ligt eraan wat de volgende item gaat geven. Als we alleen nog maar breakfast gaan hebben, dan... Oh, oh. Hoi. Ik zie niks. Waar zijn jullie? Oké, we hebben hier. Jera, handig. Destruction. Petro. Die neem ik daar even mee. Nog een Petro. En Vision. Nou, daar hebben we niks aan. Petro, dat zorgt ervoor dat namelijk hetzelfde effect als de D6 plaatsvindt. Dus dan gaan wij heel eventjes richting de shop weer. We gaan kijken of we daar even nou iets awesomes kunnen kopen. Aangezien dat dit de laatste vloer is waar we een shop hebben. Kijk, dit kunnen we kopen. Blankcard Jararune. Blankcard Jararune. Gaan we doen. Is jammer voor de D6, maar... ja, de D6, dat is voor de pil. Nee, we gaan de Jararune samen met de D6 doen. En het voordeel is, die worden niet gerierold. Dus als we kunnen het spel breken. Die worden niet gerierold, jongens. Oh, dat gaat leuk worden. We gaan het spel breken, jongens. Petro, waar is mijn Jararune? Haaglas. Jararune, nice. Omdat we bij Isaac zijn, daarom Game 2. Oké. Ah, die is bevroren. Isaac! Miauw! Pas erop, hè. Ik heb je badmuts op. Oké, nou is het heel belangrijk om deze te pakken. De Polaroid. Oh, jongens, we hebben Jararune. Dit wordt leuk. Dit gaat leuk worden. Oké, wat hebben we nu? Wat? Oké, onze damage is nog goed. We hebben Monstro's Long. We hebben Brimstone Baby. We hebben een magneet. We zijn enorm klein. Nou, onze damage is eigenlijk best goed. Wow. Oké, we hebben dus de kracht om toch te kunnen schieten. Wow. Alleen onze charge is heel langzaam. En, oh mijn god, ik zie... Oké, ik weet niet wat hier gebeurt, jongens, maar ik doe het gewoon. Dus wij laten hier eventjes de Jararune gebruiken. Extra kistjes. Altijd leuk. En volgens mij hebben we Mom's Heart. Ja, daar kunnen we wel een bom voor gebruiken. Boom!
Oké. Hele interessante run op dit moment. Deze combinatie is echt overpowered. Oh. Dan gaan we van deze run echt van genieten. Het is jammer dat ik niet weet hoe lang dat mijn charge is. Echt een vloedgolf van tranen die in één keer op. Wauw. Missing number, die kan me eigenlijk best wel iets gaafs geven, zo te zien. Oh, we hebben ook nog eens een keer splash damage, zo te zien. Gaaf. Wat is dit? Die Sinnoh's. Zolang we de Jerry Room maar houden, dat is het belangrijkste. Plop. Splats. Splash. Blok. Ik vind het zo jammer dat we deze combinatie dadelijk in de volgende ronde weer kwijt zijn. Splats. Nee, we houden de Jerry Room. Dadelijk voor de laatste room is dat geniaal. Oké, wat hebben we hier? Niks. Hoi. Dit is enorm overpowered. Leeft er nog iets? Nee? Oké. Vangen! Oh, nog een splash damage. Daar heb ik nog niet eens door, jongens. Dat is mijn laatst gespeelde Wii game. Op dit moment Xenoblade Chronicles, omdat ik die voor mijn verjaardag heb gekregen. Nee. Word dan een hel. Hi. Ik vind het zo leuk. Gewoon echt in één keer zo'n golf van aanval op je vijanden te gooien. Zo. Blah! Niks overleeft het. Blah! Wow. Oh, dit is echt zo lekker. Hoi. We slagen naar de baas. We slagen naar de baas. Goed zo. Hoi. Die zijn irritant. Weten jullie dat? Hebben jullie dat ook door? Ik ben zo klein, ik zie mezelf nog niet eens. Oké, nou, we hebben een batterij. Mochten we nou een kist ergens vinden, doen we even de batterij al eventjes zo. We kunnen oneindige batterijen maken hier. Maar volgens mij hebben we hier geen itemkisten meer. Zou jammer zijn. Oh, hier ligt de Soul Heart. Dank je. Oh, knopjes. Ik ben zo klein dat ik mezelf bijna niet meer zie. Wat je zegt. Kun je dan geen Wii U Wii game spelen als je streamt? Ik kan wel Wii game streamen. Dat kan ik ook. Maar op dit moment heb ik daar weinig zin in. Ben ik heel eerlijk in. Pardon. Oké, nou, is jammer dat we hier geen itemkist hebben, maar... Wat we wel hebben! Oh, nee, bro! Oh, charge! Braak op de bloot! Ja, zo heet dat ding, kan ik ook niks aan doen. De Bijbel hoeft niet... Krampus! Braah! Oh, dude, wil je dat... Kun je dat alsjeblieft niet doen? Krampus hoofd, mag je houden. Oké, twee zinloze items. Reroll, dag, overpowered. Wat hebben we nu? Oh boy, we hebben Ipcac. Oh boy. We hebben ook Twisted Spoon. Oh, dit wordt vol met explosies. Vol met explosies. Hoop ik niet dat ik mijn eigen ga exploderen. Oh, dit is dodelijk. Wil je een keer random streamen? Daar heb ik geen tijd voor.
Sorry! Dit is zo erg. Nope. Ga er niet heen. Nope. Nope, 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 nope. Boom! Nu toe ben ik nog niet geraakt door mijn eigen explosies. Dat is gunstig. Oh, zoveel explosies. Nee, raak hun! Raak! Hi. Wacht, heb ik... Polyphemus? Volgens mij heb ik Polyphemus. Aangezien dat ik niet geraakt kan worden door mijn eigen explosies. Weer die bijbel. Serieus, weet je wat? Prima, ik haal hem uit de itempool. Daar ben ik er klaar mee. Blijf hem tegenkomen. Oké, zoveel explosies, zo weinig tijd. Maar we hebben dus triple shot. Ook eentje achter ons. Nee, blijkbaar heb ik hetgene wat ervoor zorgt dat wij immuun zijn tegen explosies. Wat hebben we hierin zitten? Nou, weer een sleutel terug. Dat was zinloos. Ik heb wel meer sleutels nodig, dat wel. Hi. Ik ben immuun tegen mijn explosies. Weet je wat? Hier even de Jerry-roon, hebben we meer sleutels. Nou, bommen hebben we niet meer nodig, dat is duidelijk. Isaac, by far, aangezien dat Minecraft snel eentonig wordt. Boom! Ik hou er niet van geraakt worden door die beesten. Oké. Gaat lekker nog. Deze run is echt overpowered op dit moment nog. Ah, weer die laatheid. Serieus. Heeft dat te maken met missing number of zo? Ik ben er echt moe van, jongens. Ik heb nog nooit zo gehad dat de afterbird zo erg lagt. Hier. Boom. Oké, dan gaan we hierin. Kijk, hij lagt weer verschrikkelijk. Batterij even meenemen. Even. Poef. Yera. Even zoveel mogelijk items hierin gooien. Kan dat leuk worden. Aangezien dat 2 dat rerolt. Zoveel zooi. Ik weet nog niet eens waar ik zelf loop. Oh, joker card zie ik. Doen. Oh ja, die hadden we al. Nog smaller? One tuurlijk. Makes you small. One makes you small. Te veel zooi, jongens. Moet je kijken hoe klein dat ik ben. Purity. Waar is mijn Jerry Rune? Ik denk dat dit mijn Jerry Rune is hier. Nee, dit is Jerry. Kom op, Jerry. Pak hem. Oké, we hebben hem. Laten we wegwezen hier. Ik word hier heel nerveus van. Hi. Goed. It lives. Dat was It Lives. Kijk hoe klein dat ik ben. Oké, nog 2 leveltjes. Wat hebben we nu?
Oké, okay, we hebben nog steeds die explosies. Of niet? Nee, we hebben fire tears nu. Damage is decent. Hi. Ik zie mezelf echt niet lopen, jongens. The stars. Oh, we hebben ook Godhead. Waar is mijn Jarroon? Die ligt helemaal daar. Hi. Auw. Oh, ik hoor een volger. Wie? Mario06, bedankt voor het volgen. Waarom kan ik niet fatsoenlijk schieten? Heb ik soms... Wat? Wat was dat? Wat is dit dan? Oh jongens, dit is echt randomheid op zijn max. Dan schiet ik weer wel, dan schiet ik weer niet. Wat is deze? Oh, ik zie mezelf nauwelijks, jongens. Zo erg is het. Ik weet niet wat dit voor items zijn, maar ze zijn nog moeilijk. Ik neem best wel veel schade nu. Maar we hebben flight. We kunnen vliegen nu. Ik wil gewoon Jarroon eigenlijk weer hebben. Hoi. Huh? Oké, ik heb rainbow tears. Dat is duidelijk. Dat verklaart een hoop. Oh, jongens. Ik zie mezelf nog niet eens. Zo erg is het. Dit is gewoon een blubberflop aan items. Oké, okay, we hebben de Jarroon. Oké, okay, dan gaan we nou gewoon naar de eindbaas. We gaan hem gewoon zoeken nu. En dan gaan we lol hebben bij... Oh. Ja, hoe kan ik zo in één keer zoveel schieten? Dan schiet ik weer veel, dan schiet ik weer weinig. Schiet ik bijna helemaal niet. Oh, hoi. Ja, succes met mij te raken. Ik heb zelf geen flauw idee waar ik namelijk zit. Het enige wat ik weet is dat ik nog maar heel weinig geld heb. En heel veel geld. Nog maar 3 hartjes, jongens. Die gaat niet goed. Ligt er ergens geld misschien? Ergens? Nee? Ik heb lekker pepernoten gepakt. Lekker. Ik ben jaloers. Gewoon doen. Dupliceer ze. Dan hebben we er 4. Als ik ze op kan pakken, want ik ben zo klein. Oh, Jesus. Het is toch een extra helft, jongens, dus. Ja, dan kan ik weer wel schieten, dan weer niet, dan weer wel. Hoi. Waar komen die bommen de hele tijd vandaan? Ja, maak maar open. Hoi, dankjewel. Er zat geen helft in, jammer genoeg. Ah nee, je maakt me niet jaloers hoor. Ik heb hier ook nog pepernoten liggen, dus komt wel goed. Hé, hey, monstro. Alles kids. Auw. Damn, ik word te veel geraakt omdat ik mij nog niet eens zie. Kun je helpen voor mij? Nee hè, waar is dit? Vision. Oké, okay, waar is... Al heb ik nou per ongeluk de... Nee, gelukkig. Oké. Okay. Even kijken. De baas die zit daar. Goed. Oh jongens, we hebben echt helft nodig. Ik weet nog niet eens of ik Isaac zo kan verslaan. Oké, okay, nog 3 hartjes. Ja, lopen jullie maar even wat vrijer rond. Oké, here we go. Ik zie mezelf niet eens.
Twee hartjes. Ene, anderhalf hartje. Oh boy, dit gaat zo fout. Eén hartje nog. Oké, ik ga gewoon een mes in de gaten houden, nou jongens. Oh, snijkvogels. Oh, ik word geraakt door mijn eigen bom. Hup! Oeh, die was te close voor comfort. Ik ben zo klein, jongens. Oh boy, dit is game over. Die bom! Waarom drop ik de hele tijd een bom? Game over, jongens. Ik zie mezelf nog niet eens. Zo erg is het. Ik weet nog niet eens mijn eigen fire rate. Dan schiet ik in één keer weer fel. Dan schiet ik weinig. Wat is dit voor logica's? En ik ben weer dood voordat ik eigenlijk iets gedaan heb. Help! Ik denk dat dit game over is, jongens. Hier, ik kan daar niet misschien. Hier, en dan schiet ik in één keer weer superveel! En dan word ik doodgemaakt door mijn eigen bom. Oh, nou hebben we Judas Shadow. Dan hebben we iets meer. Waarom de hele tijd die bommen? Game over, man. Game over. It's the end. This is the end. This was the moment I lost. Bye, 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 bye. Never pick up missing number because it will screw you over. Beste kijkers. Als je Missing No ziet, breekt het niet alleen je Pokémon-spel, maar ook je Isaac Run. Leer van deze les. Als je Missing Number oppakt, heb je een hele grote fout gemaakt. Beste kijkers van Twitch en beste kijkers van YouTube. Ik dank jullie voor het kijken naar deze random run van The Binding of Isaac Afterbirth. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt, voor deze geweldige kijkers in de chat. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Ik dank jullie voor het kijken. En zoals altijd, kan ik jullie niet vaak genoeg waarschuwen. Blijf van Missing Number af. Ik was ZeldaPlayer20. En tot de volgende livestream of YouTube video. Doei!